Goedemorgen. Welkom bij de Facebook Live bezichtiging van de Watervlierstraat 77, al hier in Den Haag in de Heesterwijk. Mijn naam is Marcel Segers en ik mag namens Diva Makelaars hier in de Heesterwijk de woningen verkopen en presenteren. Ik ga u deze woning aan de Watervlierstraat 77 laten zien. Begin ik dadelijk eerst even buiten. Ik ga u namelijk wat vertellen over de Heesterwijk en natuurlijk op de hoek Watervlierstraat, Indigo-straat, hoe dat eruit ziet. Dan neem ik u weer mee naar binnen. Dan laat ik u de woning zien, natuurlijk van de binnenkant. En mijn afsluiting zal ook zijn buiten, omdat ik u namelijk de garage wil laten zien hoe die met een afstandsbediening elektrisch open gaat. Het is een beetje stormig buiten. Mocht u mij dadelijk niet kunnen verstaan, dan zal ik het binnen nog een keertje rustig moeten herhalen. Dan hoor ik het graag van u. Gaat u mee? Nou, zoals ik al zei, dit hoekappartement op de parterre ligt in de Heesterswijk. Watervlierstraat 77, op de hoek met de Indigo-straat. Het is een hele rustige wijk met heel veel eenrichtingswegen. Erg nieuwsgierig of u mij hoort. Zou u met een duimpje kunnen laten aangeven of u mij goed verstaat? Ik ben erg nieuwsgierig of u mij heeft kunnen verstaan buiten. Dat zal haast wel niet, want het is ineens een enorme storm deze maandagochtend. We zijn hier in de woonkamer. De woning heeft een schuifseparatie. Die ga ik u dadelijk ook even laten zien. Het maakt wel wat geluid, maar goed, het is een goed onderhouden schuifseparatie. De gehele woning is voorzien van dubbel glas. En een ontzettend leuk plafond.
deze zijde bevindt zich een vaste kast. Altijd makkelijk een vaste kast. Zes groepen. Eén aardlekschakelaar is hier aanwezig. Het is een lekkere diepe kast. Voor je koffers en voor je kerstspullen. Eventuele jassen. Deze kant ook. Deze kant hebben we de gang. Ik ga nu even de separaties, dat zal wat geluid geven. Oh, het valt mee. In het appartement ligt de parketvloer. En hier komen we in de eetkamer. Het is natuurlijk heel makkelijk weer terug te zetten naar een slaapkamer. Ook wederom dubbel glas. Ook hier moet ik het plafond even laten zien. Het plafond is gemaakt van allemaal deurdelen. Katten van mijn cliënt die houden me goed in de gaten en zo hoort het ook. Nu lopen we door naar de gang. Dat jullie niet verdwalen, dat is natuurlijk dus de separatie die ik net weer dicht gedaan heb, zoals u dat zag. Even van de andere kant laten zien. Dan hebben we hier de badkamer. Netjes getegeld, stortdouche met een losse handdouche, mengkraan, de mechanische ventilatie is aanwezig, spatglas. Ja, dit soort ruimtes is wat moeilijk te presenteren. Ik denk dat u het heel goed begrijpt.
met de wastafel, mijn mengkraan. En daar hebben we een spiegel met halogeenverlichting. En de volgende deur is het toilet. Ook wederom netjes doorgetegeld op plafond. En ook voorzien van een mechanische ventilatie. Ook nog laten zien. En nu hieronder zit een kastje. Daarin is heel slim de wasmachine netjes weggewerkt. Dat is gewoon heel slim gedaan. En zo lopen wij door naar de keuken toe. Het is een retro jaren 60 American style keuken. Ik vind het erg leuk. Die zie je nog maar weinig. Er zit ook gewoon een vaatwasser in. In de middelste. Vierpits fornuis. Afzuigkap. En een losstaande koelkast. Mochten jullie aan mij vragen hebben, kunnen jullie die gewoon online ook stellen. Dan probeer ik natuurlijk deze gewoon te beantwoorden. Mocht ik daar niet aan toekomen tijdens de uitzending, zal ik ook deze gewoon netjes na de uitzending nog eventjes toevoegen. En dan hebben we hier de slaapkamer. Een hele grote kastenwand, armdiepe kastenwand, dus voldoende opbergruimtes. Wederom hier natuurlijk ook dubbelglas. Links. Er zit een vaste kast, daar zit de cv-installatie. Ik ga daar nu niet over het bed heen klimmen om deze te laten zien nu. Maar daar zit hij gewoon netjes weggewerkt. En dan lopen we door naar het inpandige garage. Er is een recente nieuwe deur ingezet. Deze werkt natuurlijk elektrisch en op afstandsbediening. In de garage is water aanwezig en natuurlijk elektriciteit. Het dak van deze garage is recent ook vernieuwd en geïsoleerd. Mocht u een derde slaapkamer nodig hebben, is deze garage natuurlijk ook erg makkelijk aan te passen naar een derde slaapkamer.
Bij dit appartement hoort een VV1. Deze is actief. Bestaat uit 6 appartementen, dus zijn er 6 leden. De maandelijkse bijdrage is €50 per maand. En er is ook een opstalverzekering, dat wordt daarmee verzorgd. Uit mijn laatste informatie is er €9.800 al gespaard in kas voor eventuele toekomstige uitgaven van de VVE. Dus dat is prettig als nieuwe eigenaar, dat je weet dat een hele hoop toekomstige kosten alvast, dat daar alvast voor gespaard is. Neem je nu even nog mee naar buiten toe. Garage laten zien. Voor deze uitgang van de garage is een vergunning aangevraagd en ook ontvangen door de gemeente Den Haag. Dus dat is altijd prettig om dat compleet te hebben. En hoe lekker is het als je in Den Haag woont, als je 's avonds thuis komt, dat je gewoon je auto kwijt kan. En natuurlijk voor diegene die fantastische hobby's heeft met auto's of met scooters of een derde slaapkamer zoekt. Natuurlijk hier een fantastische woning. Ik vond het fantastisch om op deze manier u deze woning te kunnen presenteren aan de Watervlierstraat 77. Mocht u vragen hebben, ik ben bereikbaar op het 06-nummer. Dat is 0613-302047. Anders kunt u ons natuurlijk ook via onze website van Diva Makelaars bereiken. Ik wens u een hele fijne dag. Dank u wel voor uw aandacht en hopelijk tot snel. Dag.